Vandaag kijken we naar een Minecraft-illusie die illegaal is. Je hoort het goed. Ik ben er alleen heel erg benieuwd naar wat er hier zo illegaal aan is. Dus laten we daar maar nu achter komen. We hebben hier namelijk een muur en er wordt een gat gemaakt in de muur. Waarom wordt de muur gesloopt? Dat is niet aardig. Oh, er wordt een soort rondje in de muur gemaakt. Maar natuurlijk kan je geen rondje maken in Minecraft. Zou een beetje raar zijn. Ik bedoel, alles is blokken in Minecraft. En oké, wat zijn we hier aan het doen? We zijn hier allemaal gaten aan het maken, lijkt het wel. Met deze trappetjes. En wow, dit ziet er zo gaaf uit. Dit ziet er niet echt naar uit als iets wat je altijd in Minecraft zou kunnen zien. Maar het is wel super vet gemaakt, want het kan gewoon. Maar wat gaan we hier dan verder mee doen? Ik bedoel, verder vind ik dit nog niet een hele bijzondere illusie. We doen er toortjes in op de plek waar dat kan. Maar hier kan je natuurlijk geen toortjes in. Wat zijn we aan het doen? Zijn we het nou weer gelijk aan het slopen? We hebben net zoiets moois gemaakt. Oké, wat gaan we hier doen? We doen een item frame erin. En daar een item frame. En daar een item frame. En daar een item frame. Waarom zouden we daar een item frame zetten? En dan gaan we daar een torch in spannen. Huh? Kan dat? Dat ziet er heel apart uit. En die item frames blijven ook gewoon vliegen, letterlijk. En huh? De item frames verdwijnen als je hem tussen twee blokjes doet. Natuurlijk, er kan geen item frame tussen twee blokjes. Huh? Dit ziet er zo gek uit. Kan dit gewoon in normale Minecraft met commands? Wow, dit is zo'n gave muur geworden. Vergeet natuurlijk niet op de abonneerknop te drukken en op een blauw duimpje omhoog, want dit was het einde van deze video. Dus klik zeker ook een van deze twee video's aan, want ze gaan bijna verdwijnen en dan kun je er nooit meer op klikken. Ze verdwijnen namelijk in 3, 2, 1...